Hallo. Hallo. Hoe gaat het met jullie op dit moment? Jullie uitstekend. Zijn druk bezig met een nieuwe cd. Ja, die ligt net in de winkel en nu beginnen we met onze tournee door Nederland. Zo, en ik heb gehoord dat die tournee ook wel iets speciaals heeft, hè? Theatertournee hoorde ik. Nou, we beginnen eerst in Groningen. Mm-hmm. Een aantal optredens, dan gaan we naar Zwolle, Arnhem en alle grote steden eigenlijk, de grote hallen. Ja. En daarna doen we een concerttour door Nederland. Ja. In de theaters. Ja, maar ik hoorde dat jullie dus in theater speelden, zodat oudere mensen ook een beetje kunnen zitten en rustig kunnen luisteren. Ja, we hebben een heel breed publiek, van kinderen tot oudere mensen. Ja. En dat is natuurlijk voor oudere kinderen, ja. En het is natuurlijk ontzettend leuk dat die mensen ook, want die komen niet naar sporthallen en zo, ja, dat ze een keer vanuit de fauteuil bezig kunnen zien. Ja, lijkt me een heel goed idee. Ja. Lekker. Zeg, weet je, vanavond zitten jullie hier niet alleen om te zingen, maar ook om een spel te spelen. Nou. Ja. Wat gaan we namelijk doen? Zometeen krijgen we allerlei medleys te horen. En de vraag is of alle leden van BZN die refreinen mee kunnen zingen. Dus, gaat u allemaal staan met de petjes op? Denkt u, ze kunnen alle refreinen meezingen, zet dan een groen petje op. En denkt u, dat lukt hen niet? Dan een rood petje. Ik kan het zeggen, het zijn in ieder geval zeemansliedjes en visserijliedjes. Wat denken jullie? Ik denk dat we ze allemaal gaan scoren. Piekeloos? Zijn ze klaar? Goed, dan beginnen de refreinen nu. Helemaal goed. Dus alle mensen,
Ja, de mensen met het rode petje, het zijn er maar twee. Er was heel veel vertrouwen. Maar u moet toch gaan zitten, het spijt me. Ja. Met die mensen die allemaal een groen petje op hebben gezet, gaan we verder. Namelijk het woordenspel. Binnen 1 minuut moeten ze 3 woorden raden. Als u denkt, BZN kan binnen 1 minuut 3 woorden raden, zet dan een groen petje op. En denkt u, dat lukt hij niet, dan een rood petje. Oké? Zet ze maar op. Want dat is niet zo makkelijk, kan ik je vertellen. Ja, jongens? Allemaal gekozen? Goed. Dan komt het eerste woord nu tevoorschijn. Jullie mogen ook passen, hè? Zak, 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 zak. Ja, is goed. Volgende woord. Zwemmen. Wat? Badneus? Ja, is goed. Volgende woord. Nou, afschuwelijk. Goed, ja. Volgende woord is er. Ring. Trouwring. Ja, is goed. Jongens, jullie zijn er. Jullie hebben het roepen. Dat binnen 1 minuut. Nou, ongelooflijk. Ik snap er niks van. Je bent er al doorheen. Je hoeft niet verder. Ja, ik zie je steeds kijken. Ja, maar ik zie die piccolo nog steeds een act opvoeren. Ja, die gaan helemaal uit hun dak van dit resultaat. Konnepetjes, gaat u maar staan. U had het goed. En voor u hebben we wat vragen over BZN in petto. Daar komen ze. Ten eerste, komen alle leden van BZN uit Volendam? Denkt u ja? Groen petje? Nee? Rood petje? Even nog kiezen. Ja, mevrouw heeft ook een petje. Nou, Carola? Nee. Nee? Wie niet? Dirk van der Horst. Ja, de gitarist. Inderdaad. Dus het antwoord is nee. Hey, te gek. Groene petjes moeten gaan zitten, rode petjes blijven staan. De volgende vraag. Heeft BZN alleen al in Nederland meer dan 20 platinaplaten ontvangen? En dan moet u voorstellen, een platinaplaat krijgen ze als er meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht. Dus hebben ze meer dan 20 platinaplaten gekregen? Dat is veel hoor. 1 platinaplaat moet je 100.000 hebben verkocht. Nou, Jan? Ik denk dat je jou moet ervan hebben. Meer dan 25. Goed, hè? Fantastisch, hè? Ja. Zijn er veel? Dus het antwoord was... Even kijken. Meer, ja. Ja, dus het antwoord was ja. Hoeveel mensen zijn er nog over? Even kijken. 4. Nou, dat zijn er genoeg. Komt u maar naar beneden. Hey, we zien jullie zo meteen terug. Jullie gaan voor ons zingen. Een van jullie nieuwe nummers. En dat zelfs in het Maleisisch. Dus ik kijk er naar uit. Wij gaan door met de strootjes te trekken. Weten we of de jackpot van de Nationale Postcode Loterij er deze maand uitgaat? De thermometer staat op 2 miljoen gulden. En de kans is heel groot dat er over een week ergens in Nederland een kerstverse miljonair bij komt. Die prijs kan overal vallen, dus ook bij u. En hier gaan we zo meteen het 50.000 gulden spel spelen. Dus dat is ook niet niks. Maar eerst, een optreden van BZN. Sweet Dreams, zo heet hun nieuwe album. Hier zijn ze met hun nieuwste single die in het Maleis gezongen wordt. Uw aandacht voor het prachtige nummer Desanya. Seorang tua yang selalu senang dan bergembira, terkejut aku melihat indah dan permai ditinggal.
lagu ini. Teringat masa yang lalu, kini seorang diri, hidupan yang kenangan tiada bisa kembali. Teringat masa yang lalu, kini seorang diri, hidupan yang kenangan tiada bisa kembali. Usang dan tua merindukan harum bunga melati, terkejut aku.